In en rond Amsterdam wordt altijd wel ergens aan gewerkt, meestal tegelijkertijd. Amsterdam Bereikbaar probeert de stad toegankelijk te houden, ook tijdens werkzaamheden. De renovatie van de Piet Heintunnel is nog steeds in volle gang. Deze week werd bekend dat de werkzaamheden langer gaan duren en dat de tunnel op 2 december weer open gaat. Je mist hem wel. Je mist hem toch wel, en, maar je kan niks aan doen. Hè. Het is wachten tot hij klaar is en niks aan te doen. Ja, het is wel lastig, want het is veel drukker nu op de weg. Dus ik denk dat iedereen er wel een beetje last van ondervindt. Nou, ik heb nog een vraag aan alle werkers daar, hè. Waar ligt het nou uiteindelijk aan dat het toch vertraagd is? En ik zou dat graag willen weten. Ben ik heel erg benieuwd naar. Ik begrijp je vraag. De renovatie van de Piet Heintunnel is een ingewikkelde operatie. En dat is vooral omdat er veel soorten werkzaamheden afhankelijk van elkaar zijn. Dat betekent dat die op een goede manier getest moeten worden. En we hebben te maken gehad met tegenvallers en coronamaatregelen. En we willen graag de weggebruikers en de omgeving nu alvast op de hoogte brengen, zodat ze er tijdig rekening mee kunnen houden. Hey, succes mannen, zet hem op. Het komt wel goed, zeg ik altijd. Als hun heel lekker bezig daar voor ons ook, dat is ook belangrijk voor ons. Dus ik vind het ook leuk dat gaan daar allemaal goed repareren. Ze daaronder, ik weet niet wat gebeurt hier. De laatste maanden zijn we volop bezig geweest om alle delen van de tunnel, de installaties aan te brengen en ook te testen, zodanig dat alles op elkaar werkt. Daar komen soms bevindingen uit, er komen punten uit die we moeten oplossen. En op de achtergrond zie je dat we bezig zijn met de betonnen constructies. Dat is de zogenaamde stempelconstructie die vervangen dient te worden om weer helemaal up-to-date te zijn en veilig aangebracht te zijn. De Piet Heintunnel was na 25 jaar intensief gebruik toe aan een grootschalige renovatie. Zo worden alle technische installaties vervangen, hittebestendige bekleding aangebracht en de vluchtdeuren en waterafvoer worden vernieuwd. De Piet Heintunnel is de eerste Amsterdamse tunnel die een volledig nieuwe bediening en besturing krijgt. Later volgen de andere Amsterdamse tunnels. Dat wordt straks geregeld vanuit een nieuwe verkeerscentrale. Ja, naast de werkzaamheden in de tunnel moet er ook buiten de tunnel veel worden gedaan. De Nederland kent een tunnelveiligheidswet en die wet zegt dat er een openstellingsvergunning moet worden aangevraagd. En voor die openstellingsvergunning moet een plan worden gemaakt. En in dat plan toont de tunnelbeheerder aan dat er sprake is van een veilige tunnel die goed te bedienen en te onderhouden is. Daar zijn we dus druk mee bezig. Dat betekent niet alleen een plan, maar ook dat verkeersleiders en het onderhoudspersoneel ook daadwerkelijk worden opgeleid voor het moment dat de tunnel daadwerkelijk wordt opengesteld. Het advies blijft om alternatieve mogelijkheden te kiezen door middel van de fiets, de deelscooter of het openbaar vervoer, tram 26. Mocht je afhankelijk zijn van de auto, gebruik dan de alternatieve omleidingsroutes. Die kunnen het verkeer goed aan of buiten de spits reizen. Zodanig blijft de hinder beperkt. En vanzelfsprekend doen we alles aan om de tunnel zo snel mogelijk weer te openen. Dit was het verkeer. Tot volgende keer.